Goedemorgen, het is 7:40. Ik ga vandaag naar Amsterdam. Ik heb om 10:30 een afspraak. Dat betekent dat ik om 9:30 moet gaan rijden hier. Dus ik heb tot 9:30 eigenlijk om me klaar te maken. En ik ben best wel op tijd wakker. Lekker vroeg. Het is nog een beetje donker buiten, dus ik kan lekker rustig aan doen. En laten we beginnen met de dag. Oeh, mijn eerste vlog is online gekomen. Even kijken wat de reacties zijn. Ik kan echt niet geloven hoeveel van jullie zo vroeg wakker zijn om te reageren. Kijk, ik snap het wel. Ik ben nu ook 7:45 wakker. Maar heel veel mensen zijn ook echt om 6:00 al aan het commenten. Wauw. Yay, vandaag hebben we... 10,5 jaar. Ja, het is 1 november. 10,5 jaar. Ja, ik moet wel pakken. Ik heb net gedoucht en mijn rollers ingedraaid. En ik moet over 3 kwartier weg. Dus... Oké, het is 9:50. Ik moet over 10 minuutjes weg. Ik ga de rollers eruit halen. Ik heb me ook een beetje opgemaakt. En eventjes een dingetje aan. En dan ga ik naar Amsterdam. Mijn haar is uit de rollers. Elke dag verbaas ik me er weer over hoe goed mijn haar zit als ik ze gerold heb. En sinds het korter is, zit het echt wel gewoon beter met rollers. Ik heb het nu ook doorgeborsteld. Dus geen heftige krullen of zo, maar gewoon mooie vorm erin. Trouwens, misschien beauty gerelateerd. Ik heb vandaag de body lotion van Knijp in passievrucht grapefruit gebruikt. En de parfum die ik vandaag opdoe is Anjou de Mon Le Secret van Givenchy, mijn favoriet. Ik heb altijd de cd van Rihanna in mijn auto, sinds ik naar de concert ben geweest. Standaard. Oh damn, dit heb ik nou altijd. Ik denk dat er iets is gebeurd. Ik ben nu bij de Overtoom. Oh, ik heb zo'n hekel aan dit stukje Amsterdam. Ik sta altijd stil hier, of je rijdt heel langzaam in ieder geval. Als iemand weet hoe ik de Overtoom het best kan vermijden, want ik moet heel vaak bij het centrum of Oud-Zuid of zo zijn. En dan, op de een of andere reden, kom ik altijd uit op de Overtoom waar ik heel lang stilsta. Jee, ik ben er. Een echte parkeerplek voor de deur. Best spot in the lot. Nou, ik kom net van een afspraak. Zal ik jullie later wel meer over vertellen. En nu, het regent, ga ik terug naar Den Haag rijden. En eerst even een telefoontje plegen naar iemand dat ik gelijk nu moet doen. Ik ben thuis, het is inmiddels 1:00 en ik ga even lunchen, wat ik nog van gisteren over heb. En ik doe nogal het laatste beetje wat hierin zit erbij. Kijk die charmante poten hangen. Inmiddels ben ik allemaal dingen voor de party ook aan het regelen, want dat gaat ook gewoon door. Achter de schermen ben ik heel veel met merken aan het communiceren over stands op mijn party en aanwezig zijn. En er komt heel veel bij kijken, maar het is wel leuk, want het gaat echt nu al heel erg goed. Dus. Oh, te grappig. Ik kom mezelf nu tegen in een filmpje van een event waar ik laatst was. Waar je dan mee kon dansen. Dus je ziet mij nu dansen. Kijk daar. Maar echt een super vet filmpje. Dat was voor een Specsavers event. Toen ben ik mijn vlog van gisteren nog maar even gaan editen. En voor ik het wist was het 2:15. Dus nu ga ik echt naar de Polsbus. Ik krijg net deze walgelijke WhatsApp binnen van Tad. Wij sturen elkaar, zeg maar al onze vrienden en zo sturen elkaar hoe vaak... Gore WhatsApp geluiden. Heb ik wel eens eerder in een zondag video laten horen. Ik krijg net deze binnen. Komt ie. Walgwoord van de dag. Wait for it. Ontslakken. 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 Dat. Ontslakken. Ontslak. Ja, onze vriendschap is gebaseerd op liefde, respect, loyaliteit en ronsen geworden. Oh no! Oh, ik heb een soort... mijn auto staat in de bewonersparkeergarage. En daar is de gewone parkeergarage. En het komt tegenwoordig minimaal 1 keer per week voor dat ik er niet uit kan. En dan bel je de klantenservice en dan hangen ze gewoon op je. Zo van, weet niet wat we moeten doen, sorry daag. En... open! Nee! Ik heb een soort machientje om het te openen. Maar nee! Hij piep, 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 maar gaat niet open. Ik ga voor je openmaken, mevrouw. Ja, dankjewel. Hoi. Rende. Hey, ik ben met mijn postbus aangekomen. En onderweg hierheen zat ik eens na te denken in de auto. En ik dacht, weet je, ik heb niet echt gezegd waar het gesprek net over ging of die afspraak. Maar ik vind het wel zo eerlijk om dat wel te doen. Dat ik toch echt mijn everyday dingen laat zien. En om nou elke keer te zeggen, het geheim. Daar komen we nog wel achter. En dan word ik zelf ook altijd een beetje kriegelig van. Dus, ik moet gewoon eerlijk zijn. Ik had zojuist een gesprek bij een uitgeverij. En die was naar me toegekomen. En die zat helemaal, oh Masha, misschien een boek of zo. Of je zou dat leuk vinden. En ja, eigenlijk wel. En we hebben het erover gehad. En we hebben iets bedacht.
En ook gelijk gevraagd, ken je een fotograaf voor de cover? En het echt best wel hard gaat zoiets. Ik dacht, wauw, wat super cool dit. Dus ik heb een fotograaf die ik goed ken gelijk ook al benaderd. En die heeft er ook helemaal zin in. En ik ga volgende week de hoofdstukken aanleveren van het boek. Om, weet je, om een beetje te kijken, nou, dit zijn dan hoofdstukjes, mijn ideeën. En dan gaan zij weer kijken of dat leuk is of niet. En normaal ben ik nooit van het projecten vertellen voordat er ook maar iets helemaal zeker weten uitkomt. Want ja, gewoon dat. Het is best wel eens voorgekomen dat ik dan iets zei wat dan uiteindelijk niet doorging. Jack Halse item een paar jaar geleden. Dus ja. Maar ik vind dat ik nu gewoon eerlijk moet zijn, omdat ik vlog voor jullie. En dat ik jullie eigenlijk. Het is wel heel erg leuk om jullie zo vanaf het begin mee te nemen. En de uitgeverij, ja, de eigenaresse daarvan, die kwam naar mij toe op de boeklancering van Monique van Cully. En ja, dat vond ik eigenlijk wel heel erg cool. En echt een mooi compliment ook. Dat ze gelijk naar me toe kwam. Oh, en een keertje bij ons op kantoor langskomen. Lijkt ons heel leuk. En ja, dat was dus deze afspraak. En dit is waar ik nu sta. En wordt vervolgd. Oké, mijn auto ligt helemaal vol met pakjes. Ik krijg er wel eens opmerkingen over. Maar wat doe je dan met al die pakjes? Dit zijn in principe allemaal beautyproducten die ik toegestuurd krijg. Nou, het verschilt. Als ik iets echt fijn vind, komt het terug op mijn site. Op wat voor manier dan ook. Ja, wat veel mensen niet door hebben, is dat er toch wel snel 40 of 50 producten per week te zien zijn op mijn site. En niet direct in de vorm van een hele grote uitgebreide review over één product. Maar bijvoorbeeld, nou, kijk naar opgemaakt filmpjes, favorieten, dat soort dingen. Ik hou er niet zo van om het heel commercieel reclameachtig voor één product te doen. Ja, ik vind het gewoon fijn om leuke dingen te ontdekken. En daar krijg ik nu de kans voor. En producten waar ik niks mee doe of niet aan toekom, wat dan ook, die doneer ik. Dus dat is een beetje het pakjesverhaal. En ja, het zijn er erg veel deze week. De achterbak zit helemaal vol. Dus ik ga nu naar kantoor rijden om alles daar uit te pakken en te doen. We zijn inmiddels aangekomen op mijn kantoor. En dit is hoeveel het uiteindelijk in totaal is. En het is 4:30. En ik moet het uitpakken. En al mijn buren zijn vrijdagmiddag borrel aan het vieren. Gezellig, maar nee. Ik ga denk ik de pakjes doen. En ja, wie herkent het nog? Kijk hoe grauw het nu is. Meh, daarom film ik hier liever ook niet. Ik film het liefst gewoon thuis, omdat het ook lekker persoonlijk is. Dus, pakjes. Woep woep. Voor iedereen die denkt dat het beautyblogleven heel glamorous is. No, het is inmiddels 4:30 en ik ben nog steeds bezig met dit. Oh, wat een zooi ook. En natuurlijk krijg ik ook de liefste brieven en dingen van jullie. Check deze van Melvi. Thanks. Van al die pakjes blijft er uiteindelijk een selectie over waar ik eventueel iets mee kan doen op mijn blog. Dat ik echt denk, ja, dit is leuk. Dit is leuk. Oké, het is bijna 5:30. Nog een beetje rommel. Een doos met goodies. Doos met andere goodies. En nog wat rommel daar. En weet je wat, ik ga even een dag inplannen om dit kantoor weer helemaal op orde te krijgen. En ik denk dat ik nu één lamp ga meenemen. Want het is erg donker nu met filmen thuis. Alleen dat dingetje is kapot aan de lamp. Maar ja, maakt niet uit. Ik neem een lamp mee. En ah, die vloer. Ik kan er niet meer naar kijken. Maar ja, het is 5:30 en Gregor is ook zo vrij van zijn werk. En we hebben vandaag een date omdat we 10,5 jaar zijn. Dus ja, nee, naar huis. Mijn nagels zijn trouwens echt één groot drama na zo'n dag. Kijk, ik bijt wel velletjes, maar dit is, dit komt gewoon puur door al dat karton en doen. Oeh. Poefje is thuis. Wat heb je? Een beetje hoofdpijn? Nee, het is nu wel wat minder, maar dat komt door de paracetamol. Ik ga denk ik eventjes douchen. Vooral op mijn handen, maar ik zweet helemaal zo van al die pakjes en dergelijke. Dus ik spring lekker onder de douche. En om 8:00 gaan wij uit eten. Moet ik nog even een beetje opfrissen. Ik zit even te kijken wat ik aantrek. Ik denk dit jurkje en dan wel met een panty of maillot. En ik heb al besloten, ik heb deze Angel Body Lotion op. En straks ga ik mijn haar nog even doen en me opmaken. Maar nog 1,5 uur voor we er moeten zijn. Dus ik kan even rustig aan doen. En Gregor is inmiddels in slaap gevallen op de bank. Dan kan ik tussendoor eventjes werken. Ik ben nog steeds met die vlog van gisteren bezig. Maar het gaat. Ik heb hem nu geüpload en dan verwachten tot dat helemaal, dit helemaal mooi maken in tekst. En in mijn site een artikel doen en dan ben ik klaar met die vlog. Ik zit mijn mail nog te doen en ik krijg nu nog mailtjes over campagnes ook. Wat ik nog even snel voor het weekend af moet maken. En er is iets mis met vlog 1, dus die moet ik nu helemaal opnieuw uploaden. En het is inmiddels 7:30. En iedereen op mijn site wordt helemaal gek, want vlog 1, nou, hij is offline. En sorry, ik ben ermee bezig en ik moet me ook opmaken. En eigenlijk moet over een kwartier weg en hij heeft nog 13 minuten
opslaan. En ik heb maar even snel BB cream opgedaan en een roze lipcurl. Dat Kreker dat leuk vindt. En ik ga deze nieuwe Carmen Ion Pro testen. Die kreeg ik binnen vandaag op kantoor. Kan ik me gelijk uitproberen. Even mijn haar op te frissen. Want het rollergedoe is natuurlijk al echt uitgezakt nu. Dit is mijn haar nu. Ik ga het even iets meer body proberen te geven. Vooral bovenop. Nou, ik heb het nu gedaan. Maar ik weet niet. Zoveel verschilt het niet echt, toch? Of misschien dat jullie dat beter zien. Maar voor extra volume. Ja, gewoon een beetje toeperen. Oh, ik stress hem echt enorm. Het gaat helemaal mis met dit filmpje. Het is 1942. Ik kan hem niet goed opslaan. En daardoor kan ik hem niet op YouTube zetten. Dus ik ga hem nu even uitzetten, want wij gaan echt naar onze date. En ik baal hier echt van. Yes! Last minute! Snel doen. Als het goed is kan ik hem alvast op mijn site zetten. En dan zien jullie hem voor 23 minuten nog niet, maar daarna wel. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Outfit. Die shoes, die sjaal. Die sjaal is mooi. En de blouse. En dit is mijn jurkje en dan zwarte schoenen. De allerbeste sushi in Den Haag, Oni. Dit is Oni. Beste sushi ever. Mijn tonijn sashimi en zijn California roll. Goed zo, Siem. Hij is heel goed in dit spel. Dit heet Game for Cats. Manies vindt het niet zo boeiend, maar Siem die is er wel goed in. Voor je iPad. En dit is Manies' favorite toy. Dit. Kom op, ze was net zo lekker bezig, maar ze weet dat ze nu op film staat. Dus, Moet ze extra charming doen. Ja. Kijk, je ziet de zon opkomen over Den Haag. Je ziet daar een stuk zon en daar niet. Kijk.